In Amsterdam wordt de ene na de andere weggepest. Nu is het hier in Bos en Lommer weer raak met een Joods echtpaar. Ze hebben last van stenen door de ruiten, hakenkruizen die op de muur geschilderd worden, noem maar op. Voordat ik dat echtpaar zelf spreek, eerst maar eens even kijken hoe het leeft hier in de wijk. Het is ook verschrikkelijk, hè, hier. Hoezo? Maar er woont daar een Joods echtpaar en die wordt helemaal weggepest. Waarom? Hier om de hoek, weet je dat niet? Nee. Nee, echt niet. Nee. Ik heb helemaal niks gehoord. Nee, niet dat ik weet. Laat ik het zelf zeggen, niet dat ik weet. Nee. Ik heb geen idee over dat. De mensen hier op straat weten niks van het wegpesten af. Dat is op zijn minst vreemd te noemen. Dus tijd om verhaal te halen bij het Joodse echtpaar. Mogen we binnenkomen, ja? Jullie staan op de voorpagina van de Telegraaf. Zijn vandaag het gesprek van de dag. Wat is hier allemaal aan de hand? Er was de bedoeling om een beetje rugbaar te geven. Dat wij dus best heel lang gepest, getreiterd, geterroriseerd worden met dingen. En waarvan je merkt in de loop der jaren dat het steeds erger wordt en steeds dichter bij je komt. Maar heeft het iets met uw Joods zijn te maken? Nou, kijk, een hakenkruis, dat las je wel gauw aan Joods zijn vast, maar dat staat op uw deur? Ja, dat staat regelmatig aan mijn deur. Gewoon aan mijn hele leven hier, hoor. Zoiets heb ik nooit meegemaakt. Er zit geen graffiti aan jouw handen, hè? Nee, man. Laat eens kijken. Nee, geen graffiti. Gek. Misschien zijn het jullie wel. Keukenraam, ik ben met mijn derde raam bezig. Mijn huiskamerraam is nu ook stuk. Mijn auto is 3 keer gesloopt. Ze hebben 2 keer, 1 keer helemaal gesloopt. Ze hebben allemaal ramen aangetrapt en mijn deur in elkaar getrapt. De 2e keer hebben ze gewoon een steen door mijn raam heen gegooid. En de 3e keer hebben ze een grote straatsteen van de bouw gewoon door mijn raam heen gegooid. Je hebt niet zelf baksteen onder je jurk, hè? Nee. Laat eens even kijken. Even kijken. Bakstenen? Nee. Nou, bakstenen onder je jurk niet? Nee. Waarom moet ik bakstenen onder mijn jurk? Dag mevrouw. Ja, dag. U bent de buurvrouw van familie Vet, hè? Klopt dat? Hè? De buurvrouw van de familie Vet? Ja. Is er hier wel eens iets aan de hand? Niks. Nooit iets aan de hand? Nee. Nou ben ik ook eventjes op straat gaan rondvragen en hier bij de buren. Die zeggen eigenlijk allemaal van nou, dat is allemaal zwaar overdreven. Er gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat we onderling ook helemaal geen last hebben. In de wijk op zich zijn er, ik heb met niemand geen problemen. Maar je zou toch zeggen, als u zo geterroriseerd wordt als u zegt, dat het dan wel merkbaar zou moeten zijn in de wijk? Ja, ik denk dat hun het wel weten, dat die hakenkruizen op de deur zijn. En de ramen ingegooid zijn, dat zullen ze ook wel weten. Maar kijk, als mijn bovenramen ingegooid worden, dan hang ik dat niet aan de grote klok. Maar ik weet niet, die duren altijd zo. De buurvrouw zei, ja, er wordt hier wel eens wat graffiti en zo. Maar ja, dat is overal. En om dat voorbeeld te noemen, in deze krant staat u volgens mij voor een deur wat niet uw eigen deur is. Dat is hiernaast. Dat is hiernaast. Hiernaast, maar dit heeft precies hetzelfde op mijn deur ook gezeten. Maar u staat in de krant met een foto waar u niet voor uw eigen deur staat. Nee, ik sta daarnaast de deur om te laten zien wat ook op mijn deur gezeten heeft. Het hele gebeuren is dan toch niet specifiek op u gericht? Of de persoon wist niet waar ik woonde. Die heeft voor de zekerheid 2 deuren gedaan. Bij wijze van spreken, ja. Zo'n beetje alle kranten zijn hier vandaag geweest en ook alle televisie en radio. Dus overal zult u horen dat dit hele zielige mensen zijn, dat ze verschrikkelijk gepest worden. Maar ik heb zo mijn twijfels erbij. Er wordt op elke deur geschilderd. Iedereen is te klos met bakstenen. Dus of het nou echt zo is dat deze Joodse mensen hier worden weggepest, ik betwijfel het.